Come on. Ik heb een groot team van trainers om me heen. Eén van die trainers is Lima. Toen ik bij Dennis kwam, 12, 13 jaar geleden, was Lima in zijn prime. Dus in zijn toptijd. En was hij gewoon wereldkampioen in 3 verschillende gewichtsklassen. Deze man was gewoon een monster. Daar keek ik tegenop. Toen kwam die trainer bij ons. Als een kleine man in een groot lichaam. En toen was ik nog volop bezig met de vechtsport, met vechten. En vanaf die tijd zijn we erg close. Dat is een hele speciale band. Ik heb van hem echt geleerd dat stukje om door te bijten. Maar hard te zijn voor jezelf. En op het moment dat jij voelt dat je moe bent, dan begint eigenlijk pas het gevecht. Goed werk! Als hij moet presteren, gaat de knop om. Denkt hij aan niks en niemand en presteert hij. En zo hoort het eigenlijk ook. Dus, als kampioen kan je eigenlijk niks anders verwachten. We are the warriors who learn to love the pain. We come from different places but have the same name. Cause we were, cause we were, cause we were, cause we were born for this. We were born for this. Dat is te ver voor. Hij heeft gewoon zien van, laat maar gaan. Laat hem maar gaan. Nee, voel hem maar. Je ging echt hard. Vanaf het begin al, die tempo was te hoog voor mij in het begin. Hartslag ligt nooit op. Alles is gewoon op orde. Je staat bij John aan gewichten te trekken. Je trekt soms de kop alsof het niet lukt. Maar je beweging ziet er anders uit als je gezicht op dat moment. Want het gaat gewoon. Het is moeilijk, maar niet laten horen. Laten horen is toch een beetje energie geven. Want dan weten ze je bent mens. Je laat zien dat je mens bent, niet laten horen. Geen emotie, geen dingen. Meer Rico? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.